Yo, wat up mensen! Tof dat jullie kijken naar Groenien via mijn kanaal GamesRew. In deze video gaan wij een TDM potje spelen op natuurlijk de Call of Duty Infinite Warfare. En wij gaan een keer spelen met de type 2. En dit ding is ziek, jongen. Ik heb net even een inkompotje gedaan met dit wapen natuurlijk, want ik speel er niet heel vaak mee. Dus ik dacht van, hey, ik moet wel even een beetje kijken hoe dit ding speelt. Maar holy fuck, gast. Ik ging in het TDM potje iets van 50 plus of zo. En dat is gewoon de helft van de fucking kills van je hele team. Ik heb het trouwens ook, zoals je net kon zien, een nieuw variant van de type 2 aangezet. Zodat we ook misschien een nieuw kunnen droppen. Waarschijnlijk niet. Maar ja, we kunnen het zien. Hey, je weet maar nooit. In deze map speel ik bijna nooit. Hoe heet het ding eigenlijk? Grounded. Oké, nou, dan gaan we hier op Grounded spelen. Dus ja, maar dit ding is een beast, jongen. 4 om 1 gaan we nu al. En het is gewoon net begonnen. We hebben gewoon 4 kills van de 10 die we gemaakt hebben. Dus dit is echt, ik zweer het. Zet hem aan. Ik ben geowned daarnet. Maar holy shit, dit wapen is me toch een partijtje ziek, jongen. Ik zeg het de hele tijd. Ik heb trouwens ook wel een mooie diamond camo erop gezet. En ja, we gaan gewoon lekker knallen, jongens. Dus vind je de video leuk? Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Want ja, de support is echt insane, jongens. Het is echt serieus. Die camper trouwens. What the fuck was die aan het doen? Hoeveel kogels raakte die? Hij heeft 1 kogel moeten raken op mij. Kijk dit. Zo, internet heeft hij vindt. Pat. Kijk, hij lagt ook. Holy shit, man. Volgens mij, hoeveel... Deze guy lagt ook al zo'n mokerhard, jongens. Jongens, fix your internet, man. Fix dit. My English is not very good, so I don't speak it anymore this time. Please, heb ik jou... Oh, wat een killsteal. Wat een killsteal, jongens. Wat een killsteal. Oh. Maar het ding is... waarom het zo chill is, kijk, je kan ook in dubbel wield modus gaan. En dan kun je van dichtbij zo chill schieten. Kijk dit dan. Waar is die andere guy nou? Huh, er liep hier toch nog een. Oké, what the fuck. Ik heb trouwens de UV, de counter UV en de advanced UV aangezet. Dat is bijna maar altijd mijn standaard streak setup. Want ja, dat is gewoon chill om mee te spelen, vind ik. Dus ja, we hebben het gewoon weer aanstaan. Dus hopelijk kunnen we dat ding halen natuurlijk. Dan heb ik over de advanced UV. Want dat ding is best wel chill als je die in de lucht hebt zitten. Oh nee, niet in mijn rug. Volgens mij heeft iemand ghost of zo. Of, oh nee, hij zit in het raampje hier. Daar. Kijk, er gaan allemaal in. Oh shit. Ik zag daar een vulture. Oh, ik heb hem. Als die vulture nu achter mij aan gaat, dan word ik echt boos. Want je kan niks tegen die vulture doen, hè. Helemaal nada. Oh, die... Oké, we moeten nog 3 kills en dan hebben we die Advanced UV. Dus ja, ik wil die eigenlijk best wel aan. Maar kijk, ook die fucking langere afstanden. Hè? Holy shit. Dat ding is erg. Oh my god. Nee. Hoe fucking fuck heb ik hem geraakt? Hij heeft 3. Man, what the fuck? Ik had daar die double wield shit moeten pakken, jongen. Teammate, rennen alsjeblieft. Oké, ik pak de dual wield nu. Oh shit. Oh, hij gaat ver weg springen, hoor. Vis dik. Kut, vultje. Oh, niet die vultje. Niet... Oh, kut. Die vultje komt naar binnen. Team is dood gegaan door dat ding. Nee, niet achter mij. Ik ga wegrennen. Oh my god. Die vent is zo... Oké, dankjewel. Nee! Ik probeer altijd zoveel mogelijk te jumpshotten. Zodat je een beetje die kogels van de enemies ontwijkt. Alleen dat is nog best wel lastig. Want ja, ze kunnen gewoon omhoog schieten. Oh, kut. Ik dacht dat dat een teammate was. Dus ja, dat is natuurlijk... Ik probeer het wel. Sommige mensen kunnen dat echt goed. Vooral als je een scuff hebt natuurlijk. Dan kan je echt gewoon... Als een kangaroo door de map rondlopen. Waarom? Kut zo, jongen. Ik kan dit echt niet. Het is moeilijk, deze map. Ik speel deze map echt nooit. Altijd als ik hem krijg, dan skip ik hem gelijk. Maar ik dacht van, weet je... We moeten wel ooit een keer weer doen. Dus ja. Daarom heb ik hem deze keer niet geskipt, hè. Okay, hier zitten weer mensen. Hier hadden we net ook een mooie viertje met die dubbelwield gehaald. Dus dat wil ik eigenlijk nog wel een keer halen. Dat was 1. Is er nog iemand? Ja, daar. Wat ben je aan het doen, man? Die was aan het kakken of zo in het hoekje. Oh, shit. Kut, man. Luc, jongen. Sessie joiner. Jongens, ik ga het even nu een beetje aankaarten. Want het is al best wel lange tijd zo bezig. Als ik jou niet invite voor een game... Please, ga mij niet joinen. Want het is heel irritant voor in de video's. Want kijk, de meesten gaan dan gewoon gelijk op mij af proberen om de hele tijd mij te killen, weet je wel. En dat vind ik gewoon... Super irritant tijdens video's opnemen en ook gewoon normaal spelen. Ik kan dat bijna gewoon niet normaal spelen, weet je wel. Want dan, ja, word ik de hele tijd gekild door jullie. En dat is gewoon irritant.
Dus wil jij mij niet gaan joinen als ik jou niet invite? Dat is even mijn roeping van deze video ook. Ik weet niet wat ik allemaal bal, maar... Het is serieus echt een puntje wat ik best wel irritant vind. En anders moet ik mijn account op privé gaan zetten en alles. En ja, ik ben gewoon veel te lui om dat allemaal te doen. Dus please, heb een beetje medelijden met mij. Nee, ik weet niet wat ik zeg. Nee, maar anders, als het gewoon zo door blijft gaan, dan ga ik me alsnog op privé zetten. Want ja, ik vind het echt irritant worden. Want kijk, Luc is bijvoorbeeld gesessiejoined nu. Maar ik ben nu aan het opnemen en het is gewoon een beetje irritant, weet je. Want ik wil gewoon normaal een video opnemen zonder de hele tijd gekild te worden. Kijk, kut man. Dit is echt irritant, jongen. Nou ja. Nou, we moeten deze video nog maar eventjes mee leven. Maar voor vanaf nu, jongens, even niet mijn sessie joinen. Want het is echt irritant. En ja, dan weet je dat. Ook als ik gewoon normaal speel, bijvoorbeeld met Jeffrey of zo. We hebben voor de grap eens een keer gisteren. Hadden we de party even op open gezet, weet je wel. Of je kan hem niet zo close zetten. Maar we gingen geen potje doen. En gingen kijken of de mensen gingen sessie joinen. Nou, er zaten gelijk 5 man in en zo. Terwijl we nog niet eens iets deden, weet je. Dat is gewoon een beetje, ja, ik vind het gewoon irritant. He, is die vent nog niet dood? Oh, nee, wel. Ik denk al, what the fuck? Hoe de fuck had ik daar geen 1 kill kunnen hebben? Ik had daar volgens mij die assault rifle modus erop moeten zetten. Ja, maar dit wapen, jongens. Oh. Ik vind het echt dat je... Oh, yo, what the fuck? Oh my god. Die had ik echt nog net. Oh, shit. Het is natuurlijk alweer voorbij dit potje. Dus dat houdt ook in dat we echt maar net hebben gewonnen met 9 kills verschil. Dus ja, we gingen gewoon lekker 33-14, gewoon een 2kd'tje, iets meer dan 2kd. Dus dit was gewoon een ziek potje natuurlijk weer met de type 2. Dus zet zeker die fucking wapen een keer aan. Als je de nieuwe variant hebt, is het nog chiller. Kan je ook voor de Diatomizer spelen. Want het is echt een mokerchill wapen. Ik heb serieus ook met dit wapen een nuke out gehaald. Een diet out, nuke out, ik weet niet meer echt wat het was. Ik had sowieso de diet gehaald in een nieuw Free for All peurtje. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Vrienden, zeker een duimpje omhoog. Super tof vinden. En abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.